Gewoon een tijd, ja een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, God de fur. Hier zijn we grandioos in fun. Je kunt van de nood een deugd maken, maar soms is er ook gewoon geld nodig. En dan kun je niet zozeer over een deugd spreken, maar dan moet je gewoon op zoek naar werk. Naar ander werk. Ronnie Zemering is zo iemand. Ronnie is fotograaf, filmer. En de laatste tijd verloor hij nogal wat opdrachten. Of de laatste tijd, de laatste paar dagen. En toen dacht hij van, wat moet ik doen? En toen werd hij hovenier. Hij is nu aan het werk hier in Gieten. En ik zoek hem hier even op. Nou, hier moet zijn. God de fur! Ah, Ronnie! Jij bent Dirk-Jan. Ik ben Dirk-Jan, ja. Mooi. Mooi. Nou, Dirk-Jan, jij hebt opeens hulp. Ik heb er een beetje een assistent bij, ja. Ja. Gewoon, Ronnie, jongen. Ja, een beetje lengte gebruiken, dat scheelt. Nou ja, een beetje, dat ging wel zo in. Ja, ja. Hoe kwam dit zo, Ronnie? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Een van de redenen waarom dat je dit kanaal hebt gestart is vanwege de coronavirus. Ja. Gebeuren, bijna lockdown eigenlijk. Ja. Niet helemaal, maar. En dat kostte mij, wat zei ik, 8 klussen. 8 klussen in een paar dagen? In een week tijd. Dus ik had 8 klussen staan. In eerste instantie in de eventbusiness. De eerste werd ik vorige week maandag gebeld. We krijgen mensen van over de hele wereld. Daar moest ik foto's. Ik ben fotograaf. En daar moest ik foto's maken bij dat event. En dus zij belden. Ja, dat moeten mensen vanuit over de hele wereld komen. Die hebben nu al moeite om een reis te boeken en dergelijke. Yeah. En dat gaat er allemaal niet door. En dus dat was het eerste event wat gecanceld was. Toen had ik al zoiets van, nou, ik doe deze maand meerdere events. En daarna ging het ding, 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 tot gisteren zelfs, mijn 8e klus. Geen event, maar wel, dat was toevallig bij een leasebedrijf. En die hebben onder andere een taxifloat die zij leasen, of verleasen, ik weet niet precies hoe dat dan heet. Maar dus die van 25 stuks. Die taxibedrijf, dat taxibedrijf zei van ja... Dat wordt hem niet meer. Ik heb geen klanten meer. Nee. Dus ik wil uitstel van betaling. Dus ook zij hebben nu, dat is dan weer de volgende stap, zeg maar. Dan zeggen ze tegen mij van ja, we stellen het even uit, joh. Want wij weten niet wanneer wij weer geld gaan verdienen. Goh. Ja. En wanneer dacht jij van ik moet iets anders gaan bedenken? Ik denk, wanneer had ik jou aan de lijn? Donderdag? Voor het weekend. Vrijdag? Vrijdag, denk ik. Vrijdag had ik zoiets, en toen waren al van de 8 klussen 6 waren al weg. En toen had ik zoiets van, nou ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. En ik zit bij een businessclub, B&I, en dus wij kennen elkaar goed, zien elkaar 1 uur vrijdagochtend. En daar zitten meerdere ondernemers bij elkaar. Dus ja, wij raakten ook even aan het gesprek, hoe staat het met jou in de coronavirus? Ja, nergens last van nog. En dus ik heb klussen zat staan, dus als je wil, kom maar langs. God. Dus ik had zoiets, ja, dat ga ik gelijk doen, want ik weet niet hoe lang dit gaat duren. En Dirk-Jan, jongen? Ja. Jij hebt werk zat. Het is voor ons voorjaar natuurlijk, hè? Dus het is wel spits. En dan zijn een paar extra handjes wel welkom. En bij jou wordt niks afgezegd nu? Nee, op dit moment niet. Ik merk wel dat de aanvragen wel ietsjes teruglopen. Het is toch dat je terug gaat zijn om net zo te vroeg te halen, zeg maar. Nou, we hebben op dit moment wel zoveel wel zo vaste basis en zoveel werk staan. Hovenier schreeuwde de laatste maanden om mensen, ja, hè? Het is, ja. En niet te krijgen, nee, toch? Het is gewoon, het is, je hoort natuurlijk iedereen een beetje cliché, hè? Maar ja, goed personeel is gewoon lastig te krijgen. En jongens die een beetje van aanpakken weten, die zijn over het algemeen wel, die zijn er wel aan de bak. Die zijn er door een beetje bezig. Kan hij een beetje aanpakken, die Ronnie? Nee, gaat hartstikke goed. En heeft hij goed? Heeft hij groene vingers? Ja. Je moet even naar zijn nagels kijken, zei ik net al. Weet je zwart aan nog niet. Nee, dit is een beetje nog gemanicuurd, hoor. Het grappige is, ik heb zo'n hekel aan het tuinwerk. Mijn vrienden die lachen hier verschrikkelijk op, ik kan niet anders. Dus die... Vind je het vreselijk? Ja. Nou, weet je, in mijn eigen tuin, want ik woon nu op een flatje, maar toen ik een tuin had, vond ik echt verschrikkelijk. Ik hou daar absoluut niet van. Maar dit is niet
dit is gewoon onder werktijd, zeg maar. Dus dat is prima. Ja, en je vindt het wel leuk? Ja, ja. Dit is, weet je, goed gezelschap, dat doet al heel veel natuurlijk. Hij zei, precies, dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja. De gemeente heeft toch regelingen of zo? Ja, BBZ. Ja. Bijzondere dat, bijstand of zo is dat? Ja, er spelen een heleboel dingen spelen ermee. Ik wil daar het liefst niet in terechtkomen. Want voor zover ik heb begrepen, ik heb er nog nooit eerder naar gekeken, maar dat schijnt vooral ook een lening te zijn. Op het moment dat je een inkomst onderuit keldert en je zit onder het bijstandniveau, voor me zitten daar een aantal zaken in. Dus dat is eigenlijk uitgesteld. Dan moet je gewoon terugbetalen. Weet je, want zometeen moet ik 2 keer zo hard aan de slag. Maar ja, die tijd is er toch niet, weet je, want ik werk al meer dan 40 uur. Dus, weet je, dus dat is gewoon heel erg lastig. Dan is dit is gewoon verreweg de beste oplossing. Gewoon voor mij nu wel, weet je. En zolang Dirk-Jan aan de slag kan, weet je, je weet ook niet in hoeverre er echt nog een lockdown gaat komen of iets dergelijks. Nee. Niemand meer naar buiten, maar ze zeggen wel van niet, maar ja, je weet het niet. Sommige landen doen het. Dus ja, dat is best wel lastig. Ja. Ja. Jij moet nog één ding leren, Ronnie. Kijk. Handen in de zak. Als je even niks doet, handen in de butsen. Ja, dat doen alle hoveniers. Het is hem lekker cool. Ik dacht. Oh. Maar goed. Oh, je moet er nog even aan winnen. Heb jij spierpijn s'avonds? Dat weet ik nog niet, want dit is mijn eerste dag. Dit is je eerste dag? Ja. Oh, gooi. Ik zorg ervoor, ik beloof je, morgen heeft hij spierpijn. Ja, zorg je voor wat spierpijn. Zeker na dit gesprek. Morgen heeft hij spierpijn. Ja, hier. De spierpijn. Oh, wacht even. Het winnen. Ja, ja, hij leert snel. Ja, hey jongens, heel veel succes. Zet hem op, Ronnie. Yo. Geweldig, man. Ja. Mooi, hè? Hier zijn de grandiozen. Palmas arriba, palmas arriba. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. Okay, so with the coronavirus going around and everything, I'm happy I collected hand sanitizers in middle school because now... De Groninger Internet Courant levert ons elke dag een update van het coronanieuws in Groningen. En daarin onder meer het nieuws dat er vandaag geen nieuwe geteste besmettingen van het coronavirus in Groningen zijn bijgekomen. Er zijn nu 12 patiënten in totaal en er is nog niemand overleden in onze provincie. In het hele land steeg het aantal besmettingen wel fors met 292 naar 1705. En inmiddels zijn 43 mensen aan het virus overleden. Het Feithuis is dicht, maar heeft besloten om in de keuken verse maaltijden te maken voor klanten van de voedselbank. Want de voedselbank heeft last van de hamsterwoede in supermarkten. Het geld stroomt trouwens inmiddels binnen, €7.000 aan donaties. En ook de gemeente Groningen heeft een bijdrage gedaan van €10.000. De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, heeft in een brief de Groningers een hart onder de riem gestoken. Noberschap zit in onze traditie, zegt hij, en daar kunnen we nu uit putten. We kunnen in de komende tijd veel voor elkaar betekenen. Martine Plaza is wekenlang dicht en al het eten en drinken dat men daar in huis had is gedoneerd aan de voedselbank. De bussen van Q-Bus die rijden de komende 3 weken volgens de zaterdagdienstregeling. Wel zijn er op sommige trajecten extra bussen in de ochtenduren. Er zijn verschillende winkels in de stad die ervoor kiezen om de deuren te sluiten en andere winkels veranderen de openingstijden naar bijvoorbeeld 's middags. Met name veel kleine zelfstandige winkels blijven open, want ja, mensen moeten natuurlijk geld verdienen. De ketens kiezen er snel voor, zoals wie in de Herenstraat, om andere openingstijden te hanteren. Voor liefhebbers van fastfood is er trouwens goed nieuws. De restaurants zijn weliswaar gesloten, maar je kunt gewoon in je autootje langsrijden en daar als vanouds je eten halen. In navolging van andere voetbalclubs heeft ook FC Groningen voor 100 werknemers arbeidstijdverkorting aangevraagd. Werktijdverkorting heet dat eigenlijk officieel. Er is te weinig werk voor de vaste werknemers, nu er zelfs niet wordt getraind. En niet alle abonnees van het Dagblad van het Noorden krijgen de krant thuis. Sommige bezorgers zijn ziek en het is lastig om daar vervanging voor te regelen. Op de website van de krant leggen ze uit hoe je de krant daar digitaal kunt lezen. Tot zover de update van de Groninger Internet Courant. Iedereen vindt zo zijn oplossingen om deze coronacrisis door te komen.
in de loonwerkerij, dat is in het boerenleven, gaat het werk natuurlijk gewoon door. En loonwerkbedrijf HS Agri, die bouwen een hele grote nieuwe schuur. En de bouw gaat natuurlijk ook gewoon door. Nou zit het personeel over het algemeen bij de mensen van de bouw in dezelfde keet te lunchen, koffie te drinken, te schaffen. Dat leek ze daar niet zo wenselijk, dus daar hebben ze een originele oplossing voor gevonden. Ik ben nu helemaal weg naar Cor Hoving van HS Agri en hij gaat me daar wat meer over vertellen. Mooi! Zijn jullie, jullie zijn aan het bouwen? We zijn aan het bouwen, ja. Gaat dat gewoon door? Ja, gelukkig gewoon door, ja. Gaat wel horen schieren. Ja, gelukkig nog wel. Ja. Ja, hè? Ja, blij mee. Nou ja, mensen kunnen ook gewoon een beetje bij elkaar uit de buurt blijven, toch? En bouwen. Is in de bouw natuurlijk, die lopen we nou met man of zes. Ja. Hoe ook niet op elkaar lift te zitten, hè? Nee. Gaat het zeg maar door. Hey, en die bouw, want die, hoeveel man zijn er aan het werk? Ik dacht nou een man of zes. En dan heb je eigenlijk mensen, hoeveel zijn dat er? Ja, in de agrarische transport en loonwerk en zo, nou reken me dat we er met een totaal 30 man zijn. Oh. Ja. En hoe gaat dat in de lunchpauzes? Ja, nou, ja, dat stijfel aan. Dat was een beetje het probleem. Want die jongens uit de bouw die kwamen gewoon bij ons in de kantine. Ja. Maar hebben we vanmorgen een andere eikantine hierin voor geregeld. Dat we niet bij elkaar op de lip zitten. Ja, dat is het enige wat je er zo in 1, 2, 3 aan kan doen. Hè? Nou, dat je niet met grote groepen bij elkaar zit. Ja, zeg maar. Dat moet je toch een beetje proberen te voorkomen. Ja. Hoe heb je dat opgelost dan? We moeten ook allemaal niet in de wind staan. Want hier, mijn zoon die had een feestcontainer. Wat? Mijn zoon die had zo'n feestcontainer. Ja. Waar hij met zijn kameraden altijd. Zitten bierslaan. Oh nee, Ranja. Ja, natuurlijk. Ja. Maar die hebben we vanmorgen opgehaald. Hij zei, ik had hem even vragen. Hij zei, nee, haal maar op. En die hebben ze hierheen gezet en dan kunnen die jongens van de bouw, die kunnen hier dan even een kopje doen. Dit is hem. Dit is hem. Ja, wat geweldig. Ja, toch? Ah, dat is een prima oplossing. Ja, toch? Ja, ja. Op zo'n soort manier dan. Oh, kijk eens even. Zie nou vanzelf een lampje in. Ja. Dus, maar zo en wat, dat je probeert dat te lossen. Ja, dus, ja, ja je moet minst, toch wat, hè? Dat is het minste wat je kan doen, hè? Ja. Vanmorgen zijn we hem opgehaald. Ja, dan kunnen ze even. Wij willen hun het. Je weet ook niet wie het heeft, ja? Ik bedoel, wij willen hun niet aansteken en zij moeten ons eigenlijk ook niet aansteken. Want zij moet door en wij willen ook graag door. Hey, en hoe is het met het werk? Ja, heel stroef op gang gekomen. Echt vanwege de natte en zo heel moeilijk op gang gekomen. Maar nou. Nou zit iedereen wat gegriezeld in de boel. De jongens op kantoor krijgen wat drukker. Ja, het begint nou te komen, man. Oké. Okay, dus dat is een hele mooie week, hè, volgende week. Dus, oh. Iedereen belt nou wel even, zeg mij de volgende week op, man. Dan moet wel even het een en ander gebeuren. Dus van corona merk je in het boerenleven maar weinig. Ja, wij zelf, ja. Je leest de krant en je ziet natuurlijk ook de media en alles. De YouTube zit natuurlijk wel, maar ik kan nu nog niet echt, zelf nog niet echt iets verlenen dat we de last van hebben. Ja, de transport, dat kakt wel wat in elkaar. Wij stonden ook bij die groep, hè, die door moest. Oh, jullie zijn ook een noodzakelijk beroep. Hoe heet dat? Noodzakelijk beroep, ja. Prioriteit beroep. Prioriteit beroep of zo, ja. Daar stond de boer ook bij. Ja, en terecht. Dus, opeens werden we wel gepardeerd. Nee, maar we hoorden er toch nog bij. Dat is wel mooi. Zo heeft elk nadeel zijn voordeel. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Succes met alles. Dankjewel. Hoi. Jullie ook, werken. Hoi. Oh, wat een tijd. Ja, een en ander.